Nou ja, dan moet je weten waar ze zijn. Wij hadden 2 weken geleden de baas van Bellingcat hier aan tafel. Ja. En dan ging het over meneer Girkin, die vandaag dus levenslang heeft gekregen. Ja. Hij zei te weten, op basis van hun informatie, waar deze meneer, of dit heerschap, liever gezegd, ja, zich ophoudt. Do you know in the meantime where the primary suspect is at the moment? Yes, we do. You do? Yes, we do. The primary suspect is Igor Girkin. He's near the front. He's not beyond the front line. Will it be possible to capture him? I think it is possible. I think the moment he crosses into the beyond the front line, most of Ukraine's secret service and special operations officers will be focused on getting him. And I can expect that maybe not only Ukrainian special service officers will be looking for him there. But that moment is coming. Well, we hope so, but the moment that he will be on Ukrainian territory and available within the rule of law to be captured is coming. We hebben vandaag nog even contact gehad met deze Bellingcat-man en hij zegt hij zit daar nog steeds. Hij is nog niet de grens over. Hebben wij hem in het vizier en wat gaat u doen op het moment dat deze man voet zet op Oekraïnse bodem? Ja, kijk, op dit moment is er een signalering richting al deze mensen. Wij zullen vanzelfsprekend, dus dat betekent dat als is hij ergens buiten Rusland, dat ook meteen consequenties kan hebben. Gaan wij hem zelf proberen op te pakken? Nou, het is niet voor niks dat ook eerder deze week met mijn collega Kuleba, maar ook met Zelensky, er weer over MH17 gesproken is. En vanzelfsprekend willen wij iedereen die uiteindelijk niet alleen verdachte is, ja, maar ook veroordeeld wordt, willen we die uitgeleverd krijgen. Dus als hij voet zet op Oekraïnse bodem, pakt Nederland hem op? Nee, kijk, wij hebben natuurlijk geen rechtsmacht in... We hebben wel special forces daar. U bent erdoor beschermd van de week. Maar dan is dat in de eerste plaats in Oekraïne. Maar reken maar dat wij alle registers open zullen trekken om te zorgen dat op het moment dat iemand door de Nederlandse strafrechter in zo'n type zaak veroordeeld is, dat wij daar zullen proberen dat recht ook echt gestand te doen. Dus een lange weg is heel ingewikkeld. Maar we zullen hier wel mee doorgaan.